President Chandrika Prasad Santokhi is gisteravond vertrokken naar Glasgow, Schotland, waar hij zal deelnemen aan de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Tijdens de conferentie zal het staatshoofd aandacht vragen voor de temperatuurstijging en hoe Suriname een bijdrage kan leveren aan de vermindering daarvan. Ook zal Santokhi vragen voor compensatie voor het groene bos van Suriname. Ons bos moet gecapitaliseerd worden, sinds wij gratis zuurstof leveren aan de wereld. Het staatshoofd zegt dat er modaliteiten zijn ontwikkeld, mede tegen de financiële crisis, zoals het verkopen van carbon credits om geld te genereren voor ons land. Ook komen de ontwikkelingen met betrekking tot olie en gas aan de orde op deze klimaatconferentie. De president meent dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de milieu-issues, zodat Suriname haar doel kan bereiken. Voor het vertrek van de president is er al een technisch team met onder andere de minister Silvano Tjonaheng en Albert Ramdin afgereisd naar Schotland. Minister Armand Agai-Bersing zal zich later ook voegen bij de delegatie.